Hoe heb jij juist hier uitgekozen? We wilden eigenlijk een diertje wat wel een tweede kans zou krijgen. Found her through the Facebook page from the shelter. Op 4 oktober is het weer Dierendag. Een moment om extra lief te zijn voor je huisdier. Maar dat lukt helaas niet iedereen. In coronatijd hebben namelijk veel Amsterdammers een dier in huis genomen. Maar een deel van deze huisdieren komt nu in het asiel terecht. Wij zien vooral veel katten en honden. Nou, we denken dat er 2 mogelijkheden zijn waarom deze dieren bij ons terecht zijn gekomen. Enerzijds omdat mensen de zorg voor een huisdier enorm onderschatten. En anderzijds omdat er wellicht iets verandert in de gezinssituatie, in de thuissituatie. Kopjes geven. We merken dat de mensen die tijdens corona bijvoorbeeld een kat hebben aangeschaft, dat ze die niet laten castreren of steriliseren. En dat zorgt ervoor dat er veel meer kittens worden geboren. En dus ook dat er veel meer kittens naar ons toe komen. Ja, verschrikkelijk. Mensen denken niet na voordat ze een dier kopen. Ik vind, de mens gaat gewoon heel hard met dieren om. It's obviously sad that more and more pets are ending up in a shelter. But I guess it gives them an opportunity to find another home. So that's a good thing. Als mensen bij ons een huisdier adopteren, dan kijken we niet alleen wat mensen willen, maar ook wat mensen te bieden hebben. En dan gaat het eigenlijk over 3 dingen: tijd, ruimte en geld. Zou je zelf een huisdier uit het asiel nemen? Ja, als het mogelijk is en het dier past bij ons wel. En wij wilden graag zelf de hond van begin af aan kunnen opvoeden. Ik zou eerder voor zo'n soort dier gaan dan je puppy, zeg maar. Je geeft dieren zoals Red, die pech hebben gehad in het leven, een tweede kans op geluk. En je wordt zorgvuldig gematcht. Je weet precies wat je in huis haalt als je een dier bij ons adopteert.